Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pockify. Vandaag hebben wij de DQ Wall RS2 monitorsteun die ik gekregen heb van monitorbeugelspecialist.nl om even een video van te maken en jullie te laten weten is het nou daadwerkelijk de monitorsteun voor jou of niet. Dus de DQ Wall RS2 is een monitorsteun van 69 euro. Nice. Waarmee dus twee 27 inch schermen op kan bevestigen. De face amounts dat hier op kan zijn dus 75x75mm of 100x100mm. Dus geen enkel probleem natuurlijk voor de meeste monitoren op de markt. Ten eerste, alles zit al vrijwel in elkaar, wat echt top is. De enige keuze wat je nou even moet maken, is: wil jij de klem gebruiken op je bureau, dus dat hij hem dan vastklemt. Of heb je liever dat je een gat boort in je bureau en daar vervolgens een schroef in doet en daarmee bevestigt. Ik zelf heb natuurlijk gekozen voor de bureauklem. En dat is meer omdat ik niet mijn eigen, dat is niet mijn eigen bureau, dus ik ga niet in iemands bureau boren. En ik ben sowieso een man met twee linkerhanden, dus dat is sowieso niet uh, een slim idee. Zie, <laughs> so, dit is dus de gehele stand, zoals je ziet, twee armen. Waarbij je gewoon een optie hebt om deze ook te kantelen van links naar rechts en van boven naar onder. En je kan ook nog deze armen gewoon naar buiten en naar binnen draaien als je dat zou willen. Waarbij die andere natuurlijk ook die mogelijkheid heeft. Ook heb je hieronder. Hieronder heb je dus ook plastic koffers zitten. En dan kun je dus je kabels zo doorheen leiden naar beneden toe. En vervolgens zo naar je computer. Wat ook een mooie oplossing is. En nu zal ik jullie even dus laten zien. Wat nou het voordeel is van een gaslift. Dus als eerst kun je dus jouw monitor dus echt gewoon helemaal kantelen. Buigen omhoog en omlaag doen. Ik zal mijn koptelefoon even van de kant doen. Kun je helemaal omlaag doen. En hij blijft gewoon zijn plek behouden. En dat is fijn. En dat is ook een beetje wat je wil. Je kan gewoon letterlijk draaien. En hij blijft gewoon op die plek. En dat is waarvoor een gaslift zo goed is. Alleen deze monitorsteun heeft nog wel zijn problemen. Zoals je nu ziet, hij raakt wat los. En ik laat je even zien waar dat dus komt. De, wanneer je echt, ik vermoed, zware monitors hebt. Dus ik heb best wel zware monitors. Wil, wil dit klemmetje hier, oh, deze... Die wil losraken. En dat is gewoon jammer. Want natuurlijk wil jij gewoon dat alles gewoon op zijn plek blijft. En als je elke keer moet bijdraaien, want nu moet ik elke keer dus dit inbusleuteltje pakken om hem weer bij te stellen. En dat is dus een beetje het nadeel van deze monitorarm. Dus wanneer je dus een beetje te veel gewicht op zet om het even wat te kantelen, want soms wil je niet helemaal meteen, dan kan het zo wezen dat hij eventjes losschiet en dan moet je meer vast draaien. En dan is dat dat. En dan de hoek waar je deze monitor op kan afstellen. Ik heb ze dus nu even lekker van elkaar afgezet. Um, natuurlijk heb je de optie om je monitor... Oh ja, zie, dat bedoel ik. Ja, 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 zie, dat, uh, dat had ik al. Ik wou hem naar me toe trekken en dan... Ja, dan gaat hij zo scheef hangen. En ik moet het dus weer vastdraaien. En dat is gewoon dus echt de irritatie wat deze monitor stand heeft. Dat vind ik wel jammer. Ik heb nu even het voorbeeld gedaan. Maar zoals je ziet, als je bijvoorbeeld je monitor de rechter helemaal naar achteren hebt geschoven, dan kan jij best wel een scherpe hoek krijgen bij je bro, mocht je dat fijn vinden. Alleen eenmaal je bijvoorbeeld iets naar voren doet, want het staat te ver naar achteren. Dus laten we deze even weer naar voren schuiven. Nou, hij gaat even wat kantelen, dat is een beetje vervelend. Ja, dan is het nogal beperkte mogelijkheden dat betreft. Want zoals je ziet, kan hij dan niet meer zo scherp of de ene scherm gaat dan achter het andere vallen. Wat wel jammer is. Ook maakt de monitorbeugel gebruik van één klem. Wat dus betekent dat als je hele zware monitors hebt en het ook niet goed afstelt, dat uiteindelijk de boel wel wat kan wankelen. Ik had deze ervaring ook, want ik heb best wel relatieve, zoals ik hier zei, zware monitors. En ik had het dus niet stevig genoeg tegen de bureau aangezet, waardoor hij uiteindelijk wat ging wankelen. Ik had al dus zoiets van, oh nee, dit is drama. Alleen ik natuurlijk, omdat ik niet de meest snuggere en slimste persoon van de wereld ben, had het dus niet goed afgesteld. Volgens heb ik het goed afgesteld en zit het gewoon super stevig op zijn plek. Dus voor de rest, hartstikke prima. Conclusietijd: um, kan ik dus de DQRS 2 jou aanraden? Om eerlijk te zijn, vermijd ik zelf liever deze monitor stand, puur omdat het een klem heeft. heeft één rond klemmetje. Ik had liever toch twee naast elkaar gehad voor extra stevigheid. Alhoewel het nu allemaal stevig is, had ik toch liever twee gehad. Zodat je zeker weet dat alles gewoon hartstikke tip top goed op zijn plek staat. Heb ik toch liever dat zekerheidje uh, wel erbij. De tweede vind ik het echt zwaar irritant als ik mijn monitor eventjes opschuif naar voren toe of naar achter. Dat die opeens weer klink uit die schroef valt. Omdat uh, je te veel gewicht. Opzet om het mee te trekken. Maar ja, je moet wel. Want je wil natuurlijk ervoor hebben. En om het weer aan te passen, moet je weer je sleuteltje erbij halen. En hem weer vastzetten. En ik vind dat gewoon wel irritant. Uh, voor 69 euro betaal je ook niet super gigantisch veel voor zo'n monitorsteun steun op gaslift. Maar kan ik het je nu snel aanraden. Om heerlijk te zijn, toch ook weer niet. Maar andere kant, als jij hele lichte monitoren hebt, dus laten we zeggen het een monitor van 3 kilo maar in plaats van 5, dan denk ik dat je veel van deze problemen niet zult ervaren. En dan denk ik dat ik het best wel voor jou kan aanraden. Maar heb je zware monitoren, 5 kilo plus? Hmm, ik denk het nog niet heel erg.